Ik ben Eva en ik stel tentoon in de FOT werkgelegenheid. Dat zal illustratief werk zijn en ook tekenkunst. Een overzicht van het werk dat ik tot nu toe heb gemaakt. Ik heb in Gent gestudeerd in kleurvormgeving. En dat was dus eigenlijk wel een creatieve richting. Maar toch miste ik echt dat artistieke werk en die creatieve vrijheid. En zo heb ik dan dus een stap gezet om toch als illustrator en als tekenaar zelf aan de slag te gaan. En zo is eigenlijk Studio Muts ontstaan, samen met mijn vriend Mikwel. Hij is architect en ik ben dus eigenlijk interieurarchitect van opleiding en werk nu puur als illustrator. En zo vullen wij elkaar heel mooi aan. Een soort constante door mijn tekenkunst en door mijn illustratief werk zijn eigenlijk de kopvoeters. En die kopvoeters zijn gebaseerd op kindertekening. Dus dat is een fase in de levensloop van een kind. Als ze beginnen tekenen en beginnen vooral menselijke figuren te tekenen, dan is dat een kop met gewoon voetjes. Ik hou van wit op een blad. Ik heb geen schrik om echt een layout te gaan werken met veel wit en dan een element erop in zwart-witte lijntekeningen met een steunkleur. Dus dat is echt wel een keuze om dat altijd rustig te houden. Hetgeen dat ik in de FOT werkgelegenheid wil tentoonstellen, zal allemaal manueel werk zijn, dus allemaal unieke stukken op papier. Dat zijn dus eigenlijk drie koppen, echt op een staander, net als dat je opgezette dieren bijna een kop aan de muur hebt hangen. Dat waren oefeningen dat ik gemaakt had voor een publicatie in een boekje als een vaste opdracht. Maar dan ben ik met dat thema doorgegaan en zijn er daar eigenlijk die drie koppen uitgekomen. Dus een dameshoofd en twee dieren die gemonteerd zijn op een soort van voet. Dat is dus een reeks van A tot Z met figuurtjes. En eigenlijk ben ik bij elke letter van het alfabet een naam gaan verzinnen en daar dan een gewoon gezicht aan gekoppeld. Dat is wel ook grappig om te zien als mensen daar naar kijken, dat ze heel vaak iemand herkennen. Op FOT werkgelegenheid zou ik ook graag een nieuwe reeks presenteren, die dan een soort van vervolg is op de reeks over fertiliteit. Ik ben daar nog aan bezig, dus nu zit ik in de schetsfase. Maar ik zou dus graag iets doen rond zwangerschap. En ook omdat ik het als kunstenaar heel interessant vind om te zien hoe dat lichaam verandert. En om daar dus iets mee te gaan doen met dat veranderende lichaamsbeeld.